Ja, vrienden, heel veel reacties gehad van jullie. Ja, op mijn laatste video. Ja, over Vandaag Inside en de VVD. Nou, ik vind dat zo leuk, want jullie zijn zo begaan met de politiek. En jullie hebben allemaal een mening. En jullie zijn het dan vaak helemaal niet met me eens. Maar dat maakt helemaal niet uit op dit kanaal. Wij hebben gewoon respect voor elkaar. En jullie mogen ook vinden wat jullie vinden, natuurlijk. Ik gooi alleen maar een beetje zo wat voorzetjes erin. En dan hoop ik dat jullie het met me eens zijn. Maar ja, kijk, in al die reacties, dan zegt bijvoorbeeld iemand: ik ga echt nooit BBB stemmen, Harry. Nee, want die Caroline, die gaat het echt niet oplossen. En dan over die Caroline gesproken, zegt een ander dan weer: ja, dat is maar één iemand met helemaal geen partijprogramma. Dus waar gaan we dan op stemmen? Ja, dat is ook wel weer een beetje waar. Natuurlijk, tegelijkertijd. En dan zegt iemand: ja, we moeten niet op rechts te veel gaan versnipperen. Want dan gaat links straks met de winsten vandoor. Ja, die snapt mijn tactiek van strategisch stemmen. Maar ja, niet iedereen wil strategisch stemmen. De meeste mensen houden vast aan hun partij waar ze altijd op gestemd hebben. Dat voelen ze vertrouwd. Daar hebben ze een prettig gevoel bij. En ja, dan wordt het moeilijk met het strategisch stemmen. Dus ja, vrienden. Ja, dan zegt iemand bijvoorbeeld: ja, ik heb liever de VVD uiteindelijk dan Timmermans. Ja, en daar gaat het nou net over. Dat is nou net de essentie van de zaak. Want de meesten van jullie zeggen, die schrijven mij van: ja, we zijn helemaal klaar met dat klimaatgeneuzel. Ja, daar hebben we de buik helemaal van vol. En van dat asielbeleid, dat hebben jullie helemaal gehad. Maar toch zijn er een heleboel bij jullie die hebben gewoon geen vertrouwen in BBB en in Omtzigt. Heel raar, nee. Jullie zien het niet zitten. Jullie denken toch van dat er gaat dan toch niks veranderen met hun. En iemand anders die schreef: ja, ik hou mijn hart vast. Ja, want dat demissionaire kabinet, dat gaat er nog een hele tijd zitten. Ja, je hebt daar ook totaal geen vertrouwen in. En heel veel van jullie schreven aan mij: ja, maar Harry, nog niet zo lang geleden heb je tegen ons gezegd dat we VVD moesten stemmen. En nou ben je weer tegen de VVD. Ja, maar vrienden, laat ik het nog één keer goed uitleggen. Stel je nou voor dat het 1 week voor de verkiezingsdatum, 1 week voor 22 november, dan is GroenLinks en Partij van de Arbeid, die zijn heel groot. En we hebben aan de rechterkant wel een paar partijen die doen lekker mee, maar de grootste aan de rechterkant is dan bijvoorbeeld de VVD. En dan kan je wel op die andere partijen gaan stemmen. Je kan wel, weet ik veel, dan zelfs BBB gaan stemmen. Of ja, 21 of op Omtzigt. Maar als de VVD, zeg maar, gelijk staat ongeveer met GroenLinks en Partij van de Arbeid, vrienden, en we willen dat niet, dat links het voor het zeggen krijgt, voornamelijk, dan ben je wel verplicht om strategisch, ja, VVD te stemmen. Het is niet anders. En als je dat niet doet, vrienden, dan krijg je een uitslag die je nooit had gewild.